Zet het glas op, stel het weer. En geland? Hé jongen. Ja. Dit is mijn helikopter. De helikopter. Kom, kom, kom. Leuk, gaan we het paarden zien. Hele ronde weer. Blauwe. Zo. Ja. Kijk, daar gaat het in haar speeltuin. Schuiven. Goedemorgen voor jullie, maar voor ons is het nog avond, jongens. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en in de vlog van gisteren hebben jullie kunnen zien dat wij gingen overnachten in het vliegtuig. En jullie hebben niet meer gezien dat we ook echt gingen overnachten, gingen slapen in het vliegtuig. En dat vonden we toch nog leuk om nu even te doen, nu we zelf ook zo meteen gaan slapen, want het is al 11 uur 's avonds, denk ik nu. Ja, dus... We zijn net klaar met de vlog van gisteren editen. Wij wilden ook net lekker naar bed gaan. Maar Luan, Lucilla, Luxie en Lucius liggen zo leuk en schattig te slapen in het vliegtuig. Dat we toch even dit momentje wilden vastliggen. Ja, vastliggen. Dus kijk, wij liggen hier. Ja, in dit bed. Hier zet de laptop te uploaden. Maar hier achter ons, kijk hier, liggen de kinderen te slapen. In deze cabine. Kijk dan hoe ontzettend gezellig dit eruit ziet. Hier ligt... Lucius lekker te slapen. En aan deze kant hebben we Luxie. Lekker te slapen. En dan hebben we hier Lucilla. Die ligt daar met haar pop. En dan hebben we hier Luan. Ligt lekker te slapen. Kijk hier, zo ziet het eruit in de avond. En dan is het nog wel even leuk om in de cockpit te kijken, jongens. Nu is het natuurlijk in de avond. En kijk... Zo ziet het eruit in de avond. Je ziet buiten is het nog schemerig. Nou ja, schemerig. Ik moet zeggen dat het in de cameralens er lichter uitziet dan hoe ik het zie. Want het is echt pikdonker buiten. Maar ja, dit is dus hoe wij overnachten in het vliegtuig. Kijk, dit is die inloopslurren van het vliegtuig. En zo loop ik weer terug. En dan ga ik zelf ook lekker in het bedje. Hebben wij ook onder de wol. En dan zien jullie ons morgen weer bij het ontbijt. En dan zijn ze weer lekker wakker. En dan hebben ze volgens mij heerlijk gedroomd over het vliegtuig. En morgen, voor jullie dus vandaag, weer een ander avontuur. Want dit vliegtuig is eigenlijk voor morgen alweer geboekt door anderen. Ze konden hier helaas maar één nachtje in verblijven. Maar we hebben natuurlijk wel... een andere verrassing voor de kinderen. Eigenlijk nou in de kont van het vliegtuig. Ja, het klinkt wel een beetje. Ja, kijk dan. Dit is een jongens droom met die ook. Het is echt leuk. Kijk, dit is ons uitzicht. Kijk, daar liggen de kinderen daar zo. Dat is super leuk. Nou jongens, wij gaan lekker ook onze oogjes dicht doen. Want we hebben ook weer een lange dag achter de rug. Leuke dag. Maar een leuke dag. En voor ons zal ver getrouwd zijn. We weten alles weer. Jazeker. Ja. Ja, met 4 kinderen. Ja. Ik weet niet of ik ook het aan de grond. Ja. Ja, dat wel. Heel super. Wij gaan lekker slapen. Wij zien jullie zometeen weer. Maar wij, voor ons is het morgen. We gaan nu lekker dromen. Tot rusten. Tot morgen. Goedenavond. En het is weer ochtend, jongens. Maar ze liggen niet meer in bed. Nee, waar zijn ze? Goedemorgen. Goedemorgen. Ze hebben hier weer lekker hun plekje gevonden. Hé, jongen. Liesjes, die heeft je... Oh, gaan we vliegen? Liesjes heeft hier lekkere krekkertjes gevonden. Je moet in de gordel. Moet ik in de gordel? Maar wie? Een dikke looping. Een looping? Dikke looping. In de gordel. Ja, mag ik hier ook in de gordel zitten? Mama, oh, daar zit jij. Oh, mama, kijk. Hier, ja. Je kan zo en je kan ook zo. Oh. Maar ik vind het zo fijn. Oh, joh, dat lijkt net echt, hè? Dat we echt, net echt aan het vliegen zijn. Omdat het just is. Maar dan kijken we naar buiten, hè? En kijk eens. We staan op de camping. Het is weer een nieuwe dag. We staan weer op de camping. Leuk, hè? Wow. Hoe hebben jullie geslapen? Hoe sliep dat in een vliegtuig? Ik was ook mijn eigen bed. Ja, dat heb je goed gedaan. Je hebt heel goed in je eigen bed geslapen. Hoe heb je geslapen in je eigen bed, Luxie?
Als een roosje. Heb je gedroomd over vliegtuigen? Ja, ik in een echte vliegtuig ga en ik naar een heel ver land ga. Over een heel ver land. Ik droom dat ik een piloot was en dat we heel mooi op het water landen en dat we allemaal lekker konden zwemmen. Oh, echt waar. Dat kan natuurlijk ook. Nou jongens, we hebben dus een heerlijk nachtje achter de rug. Lekker geslapen. In het vliegtuig. En nou is Lucilla aan het vliegen. Zometeen mag Luxie weer vliegen. Ze doen om en om. Ja? Ze zijn beide bij de zee. Ja, dat is een groot meer, zie je dat? Jullie vliegen in de bergen. En dan gaan we Jan de op de zee. Nee, je gordel. Ja, ik ga in de gordel. Ja, ik ga in de gordel. Kijk, hier zit de pop, zit hier ook al. Een vraagje. Nou, dan ga ik maar hier zitten. Oh ja, de gordel. Ja. De kar voor het eten komt eraan. Ah, nou, ik ben benieuwd. Kijk, daar zit al Pop. En Luan die zit daar. Heb je ook lekker geslapen, jongen? Ja, ik heb ook heerlijk geslapen. Ja? Heb je goed gedroomd? Ja. Was het niet toen je wakker werd dat je dacht, huh, waar ben ik? Nee. Wist je wel waar je was? Hé, hey, ja, hallo. Ik wist wel weer. Oh, dit is de kar met het eten. Ah. Ja. Dankjewel, een lekker krekkertje. Wat een bediening hier in het vliegtuig. Dat is ook leuk. Gaat het nog goed daar in de cockpit? Ja, we gaan bijna landen. We gaan bijna landen. Nou. Ja, hopelijk dat het een goede landing wordt. Al je gordels weer. Ja, alle gordels weer dicht. We gaan bijna naar landen. Oh, leuk. Nou jongens, we hebben wel weer een... Een avontuur achter de rug. Jullie sliepen gisteren als roosjes met z'n allen. En we hebben dat vanochtend al gefilmd. Want we hebben gisteravond met papa en mama de vlog geopend. Ah, echt. Toen jullie lekker als roosjes lagen te slapen. Want het zag er heel gezellig uit. Met die mooie ledlampjes. Oh, wat is er gebeurd? Je kunt zeggen discolampjes. Discolampjes. De gordel. Oh jee, wat is er gebeurd? Oh, gingen we bijna Ik weet heel erg goed hoe je kan landen. Nee, ik ga niet laten. Landen. Ah! Ja, we zijn neergestort. Oh, nou zitten Jut en Jul even lekker een banaantje te eten. In de cockpit. Staat hij op automatische piloot? Oh nee, je moet hier nog op drukken. Kijk, hier heb je zo'n muis. En dan hier, klaar om te vliegen. En dan kan je vliegen. Doe, oh, kijk Lusje. Ja, dit is het stuur die het doet. Hier en kan je dus zo sturen. Ja, voor de leukheid. Voor de leukheid, ja. We gaan gelukkig nog niet weg. We gaan niet naar huis. We gaan vandaag lekker spelen in het land van... het land van Jan Klaassen. Dat is er. Ja, ben ik lekker voetje. En vanavond gaan we slapen in een ander object. Een ander voertuig. We hebben hier namelijk ook een schoolbus. Je hebt daar een treinstation, je hebt een brandweerwagen, je hebt een boot. Helikopter. Wat zou het worden? Ik denk een brandweerauto. Oeh, ja, motoren. Dan gaat het niet belanden. Nou, mooi vliegtuig. Daar komt-ie, hè? We hebben hier ontzettend genoten. Gaat het belanden? 3, 2, 1. Daar, meneer. Oeh. Oh, geland. Nou, ze hebben een mooi vliegtuig. We hebben enorm van je genoten. Oh, kijk dan, en de cabin crew had zelfs nog een kopje koffie voor de piloot. Ik had een jetlag, joh. Ik had echt een jetlag. We verlaten ons vliegtuig. Kijk, nu kan je even zien hoe het aan de buitenkant uitziet. Als je de vlog van gisteren niet hebt gezien. Kijk, dit was het vliegtuig waar we hebben geslapen. Aan die andere kant kan je hem net wat beter zien. Daar, vanochtend hebben ze daar heel wat ritjes in gemaakt. In de cockpit. Kijk. Dit was het vliegtuig, jongens. Ja, nu zijn we weer geland. We zijn weer geland in Dromenland. Van het vliegtuig, kinderen. Ja, dat is echt mooi, jongens. Ik wil nooit. Ja, je moet nagaan, hè. Dit heeft gewoon in de lucht heeft gevlogen. Deze punt heeft gewoon door de lucht gevlogen. Ik kan me bijna niet voorstellen, hè. Dat is vet in te denken. Totdat hij met pensioen ging, denk ik. Ja, nou is hij met pensioen. En nu is hij lekker om mee te spelen. Hier zo naar beneden. En is hier geland? Ja. Nou, Luan die gaat een salto doen over met de schommel. Zo hoog ga je al wel. En dan gaan we daar lekker eten. Gisteren hebben de kinderen hier nog marshmallows zitten te maken met alle kinderen van de camping.
Ook nog heel gezellig. Kom lekker voor het ontbijtje. We komen ontbijten. Hebben we alles hier onder die kleedjes voor je? Ik wil achter zijn kaarten staan. Die is daar. Dus die is... Oh, jongen. Kassa. Kijk jullie wel. Hij wil kassa spelen. Toppie, heb je niet geleend? Nou, clubje compleet. Wauw, prachtig. Even raden, wat gaan we doen? Denk je in de boot, in een tent, een brandweerauto? In een schoolbus? Ja, die zijn nog allemaal spullen, niet? We kunnen hier denk ik niet slapen, of wel? Nee. Even een beetje een rommeltje hier. Zullen we anders bij de schoolbus even kijken? Ja. Ja? Oh, niet de brandweerauto. Ik zie hier niet. Zullen we eens spieken? Ja, dan gaan we eens even spieken. Mag dat? Ja, dat wil jij ook in natuurlijk, hè? Ik zie iemand. Kijk dan. Oh, jongens. Och, Luusje ziet weer een stuur, jongens. Oh, Luusjes jongen. Oh, wat leuk. Ja. Wat, ja, wat vinden jullie daarvan? Wat is dit? Een stapelbed? Oh, dat meen je. Zit hier een stapelbed in? Ik zie dat hier wel handdoeken liggen. Ja. Oh. Jullie hadden al handdoeken, of niet? Ja. Oh. Ja. Ik slaap hier, denk ik. Andere kindjes in, of niet? Oh. Ja. Liggen ze hier in bed? Nee. Ga snel, kom maar. Nee, het was het toch niet. Het was het toch niet. Hij is een grapjas volgens mij. Oh, wel leuk om even in de bus te hebben gekeken. Hier kan je dus ook slapen, jongens. In die piratenboot. Leuk, hè? De piratenboot? Maar ik heb wel gehoord dat jullie hele goede piloten zijn, of niet? Ja. Zullen we anders even bij het helikopter gaan kijken? Ja. Ja? Oh. Nou, misschien maakt hij wel weer een grapje, jongens. De helikopter. Ja, is dat een helikopter? Ja, deze is wel echt heel groot. Kijk dan. Aan de achterkant kijken. Moet je maar eens kijken, zie je daar die handvaten? Ja. Die kon je vroeger nog helemaal openzetten. Oh. Kon je, oh. Nou, je kon hier gewoon naar binnen lopen, hadden ze hier opleggen. Dan kon je met de jeep kon je naar binnen rijden. Oh ja? Op zee, toch? Ja, op land, op zee. Hij heeft boven Polen en Oost-Duitsland heeft hij gevlogen. Als oh. Oh, dit is een reddingshelikopter. Een reddingshelikopter. Maar je kijkt hoe klein Liesje is onder die helikopter. Ja, hier staat eronder. En de, oh, wat leuk. Oh, dit is leuk. Kijk dan. Hé, hey, wat is grappig. Binnen dit is een soort huiskamertje of zo. Hé, hey, Liesje klimmen ook dan, hè? Oké, okay, jongens. Nou. Oh, oh, wat leuk. Kijk dan. Wauw. Dit ziet er vet uit. En, oh, kijk, wie zit er natuurlijk weer achter het stuur? Met alle knopjes. Oh. Onze piloot Liesje is er, jongen. Hé, hey, dit vindt hij ook mooi. Dit is, ja, inderdaad. Ja. Heel vet. En deze hebben ook nog een spelletje zitten. Dus daarmee kun je ook... Oh, ja, kijk. Ook weer de monitor. Kijk dan hoe leuk, jongens. En die, deze is natuurlijk ook echt gevlogen, ja. Wauw. Ja, dat is wel extra stoel. Met z'n 5, 6? 6. 6 in totaal. En dat die eerst aan de zijkant banken stonden. En toen konden er 25 parachutisten hierin zitten. Oh, joh. Hey. 25? Ja. Ja. En als je ook hier nog kijkt, hebben we nog origineel gelaten hoe het voor die tijd was. Dan zie je hier nog de stuurstangen. En als iemand nu het stuur beweegt, dan zie je ook alles echt heen en weer gaan. Moet je maar eens doen. Oké, het stuur beweegt. Beweegt het stuur maar eens. Oh, ja. Heel en daar hebben we nu het spelletje op aangesloten. Dus je ziet hier de gele dingetjes. Ja. Ja. Nou, jongens, hier gaan we slapen. Ja. En dan hebben we hier ook nog... Luusjes, dit is mooi, hè, jongen. Ja, dit is mooi. Ja, dan gaat de verlichting helemaal. Oeh, och, leuk. Oh, dat is vanavond ook wel heel gezellig. Ja. Voor
huis naar een helikopter. Ja. We hebben een vliegtuig en een helikopter, hè, jongens. Ja, dan mogen jullie lekker plaatsnemen in de stoelen. Dan laat ik het spelletje even zien. Oh ja. Je best heel even het stuur in het begin even normaal houden. Doe je eerst met de voeten. Met je rechtervoet er vol tegenaan. Ja, heel goed. Want dan gaat hij omhoog. En als je dan iets in de lucht bent, dan kun je beginnen met sturen. Moet je maar eens een keer voorzichtig naar voren doen. Ja, dan ga je achter. Ga je een stukje naar beneden. Buiten lopen. Hebben we hier een douche? Kijk dan. Dit is het douchehok. Hier hebben we een douche. Kijk. Hier hebben we een wastafel. Hier hebben we een wc. En daar hebben we een wc. En hier hebben we de douche. Handig, jongen. Heel leuk. Echt superleuk. Weer een hele nieuwe ervaring dit, jongens. Kijk dan. De helikopter. Super vet. Doei. Doei. Loop er even omheen. Dit is de voorkant van de helikopter. Hallo. Hallo. Hoe is het hier? Goed. Gaat het goed? Ik ben aan het opstijgen. Ben je aan het opstijgen? En ondertussen staan ze gewoon op de grond. Heel erg vet. Die propellers zijn echt zo lang. Moet je kijken hoe lang die zijn. Helemaal over die heg heen. Hé, hey, jongen. Hé, hey, een mooie grote helikopter, hè? Kijk dan hoe groot die is. Ja. Kijk, jongens. Hier hebben we hem even vanaf de zijkant. Kunnen we hem helemaal zien. Daar hadden we net die schoolbus. Die al heel erg leuk was. Maar deze helikopter is natuurlijk ook wel heel erg vet om in te slapen. En Lucius, die is eronder. Hé, hey, ben je verstopt onder de helikopter? Hm? Dat is gaaf, kerel. Slaap je vanavond in een echte helikopter? Oh, je hoofd. Het is wel wat moeilijker dan het vliegtuig, hè? Ja, een helikopter is weer een ander vak, jongens. Ze zijn in bedden, ja, van het vliegtuig hebben ze die verhuisd. Nu naar hier. En die maken jullie hier nu op. Ja. Dus met het uitzicht op alle andere mooie bus en op het vliegtuig en op de, ja, wat is het, een vrachtwagen en een brandweerauto, hebben wij hier ons plekje gevonden in de helikopter. We hebben de bedden even weer lekker opgemaakt. Het is heel warm, dus we hebben een airco hebben ze even neergezet. Kijk, een airco. Dan is het ook lekker te vertoeven hierin. Lucius die is iedere keer met dit deurtje aan het spelen. Deurtje open, deurtje dicht. Lucius, waar ben je? Koek, koek, daar is Lucius. Nee. We hebben de bedden allemaal weer lekker opgemaakt. Hier ligt Luan, Lucilla, Luxie. En Lucius, ja, die ligt lekker bij ons in de punt. Maar waar is Luxie? Koek, koek, waar ben je? Oh, daar. Zit je verstopt? Zit je helemaal daar verstopt? Nee. Verstoppertje in een helikopter. Ja. Mama, nou, we kunnen nou lekker buiten gaan spelen, jongens. Mama, ik doe het zo. Koek, koek. Wie was dat? Nee, er stond niemand. Hier weer naar buiten. Oh, ik ben de koning. En ja, je zit op de koning in de stoel, jij. Wij overnachten vannacht in... een helikopter! Heel vet, jongens. Hey, vanavond liggen wij hier gewoon in te dromen, jongens. In de helikopter. Dit is dus een reddingshelikopter geweest. In het vliegtuig? Ja. En nu zijn we in de helikopter. Volgens mij in Oost-Duitsland en Polen. En in Polen is dit een reddingshelikopter geweest. Boven de zee. En konden ze zo vanuit achter, konden ze zo hoep, erin. Super vet, jongens. En dan dat te bedenken dat hier, achter dit raampje, is gewoon... het bed van Luxie. Ja. Hé, hey, daar ga jij slapen. Mama, daar mensen gered. Ja, leuk hè? Heel bijzonder. Het bed van Luxie is een paar van mama. Ja. Maar wij zijn natuurlijk nu hier in Dromenland. Op de kindercamping van het land van Jan Klaassen. Maar we hebben nog helemaal niet in de speeltuin van Jan Klaassen gespeeld. Nee, nee. Dus daar gaan we nu naartoe. Door de geheime route had hij gisteren verteld. En we gaan lopen. We gaan lopen met de geheime route, zei hij. Van Dromenland naar het land van Jan Klaassen. Kijk uit. Voor de vliegende olifant. Kijk uit voor de vliegende olifant, had ik gezegd. Blaffende planten. Nee, ja, de blaffende kippen. En op allerlei gekke dieren konden we tegenkomen. En de kikkers van gevaarlijke, gevaarlijke kikkers. Ja, moesten we voor oppassen. Dus even een plas doen. Ja, Lucie gaat nog even een plasje doen. Nog steeds zonder luier, jongens. Supergoed. En dan pakken we onze spulletjes. En dan gaan we lekker spelen bij het land van Jan Klaassen.
in de buitenspeeltuin. Ik ga vanzelf af. Ja, we waren hier even opgeklommen voor een spectaculaire foto, jongens. Ik hoop dat jullie de thumbnail mooi vonden. Ja, ze moesten er een hele klim voor maken. Mama, mag ik ook een keertje op het dak? Ja, je mag ook op de propeller of zo lopen. Zo. Ik wil gewoon wel helemaal zo op de propeller. Allemaal op de propeller daar. Ja, dat durven zo. Daar oplopen zo helemaal. Ja. En dan balanceren en dan zo woep, daar eraf springen. Maar dan breekt hij denk ik af. Maar dat gaan we niet doen. Nee, je bent niet zo zwaar. Dat gaan we niet doen. En nu zijn we aan het speuren. Hoe komen we... Hoe komen we daar nou, Stella? Blaffende paarden gezien? Ja, we kwamen net al paarden tegen. Die blaften niet. Nou, op zoek naar het pad. Nou, gaan we het vinden? Ik weet het niet. We lopen nu langs de autoweg. En waar zijn we aangekomen, dusjes? In de speeltuin. Even kijken. Goedemorgen, Luxie. Hallo, goedemorgen. Hallo. Als rozen. Gefeliciteerd met je 12,5 jaar. Ja. Ja, dankjewel. Ja, 12 jaar. Over een half jaar is het 12,5. Oh, we kwamen weer lekker spelen, als dat mag. Weet je dan? Nou. Heel veel plezier. Dankjewel. Dat gaat wel lukken, hè? Ach, kijk dan. Dit is een soort sprookjesland. Hele kleine huisjes. Dat is mooi, jongen. Kan je naar binnen? Waar kan je naar binnen? Zo. Hier doorheen. Oeh, hier schrijft hij. Oh, kijk, hier zitten ook echt poppetjes. Dat is leuk. Ik heb een knopje. Dus we gaan van de supersonische, mega snelle turbo glijbaan. En toen we hier vanaf gingen, toen we hier waren, was hij niet turbo. Toen was hij heel langzaam. Maar volgens mij is het nu wel een echte turbo glijbaan. Maar nu is het natuurlijk zomer. Nou, is hij gesmeerd volgens mij. Kijk, gaan we hier naar boven toe. Woehoe! Woehoe! Oh, je pet! Je pet! En ik zie je pet maar af. Die was mooi, hè? Wil je die nog een keer, Lusjes? Ja, die vond hij mooi. Ja, die vond hij mooi. Ja, kom, gaan we nog een keer. Ja, geef de pet maar even aan papa. Hij gaat zo hard dat de pet er vanaf waait. Ja, hier is je matje. Hier is je matje. Ja, Lusjes, die pet gaat ook af. Ja, maar kijk, hij gaat met zijn eigen matje. Zo, nou jongens, we zijn voor de tweede ronde weer bovenaan. Zo. Woehoe! Oeh, Lusjes, wat zou dit zijn? Kijk dan. Volgens mij is dit het spookhuis. Spookhuis? Oeh. Maar de papa's en mama's moesten mee het spookhuis in, zeiden ze. Want anders waren er geen spoken. Dus wij zijn de spoken. Oeh. Kijk al, hè. Oeh. Dat is wel leuk. Ja, zeker. Goed naar boven. Waar moeten we naar boven? Een trapje even zoeken. Hier naar boven? Het is hier in ieder geval wel lekker koel. Het is daar in de zon, het is bloedje. Het is vandaag weer meer dan 30 graden, jongens. Dus het is ook een beetje verkoeling opzoeken. En dit is wel lekker cool zo in het spookhuis. Goed zo, Liefjes. Ja. Goed zo, kerel. Ik zie het toch licht. Kom. Hoppazee. Waar moeten we naartoe, jongen? Waar moeten we heen? Och. Weer hier doorheen. En weer hier doorheen. Oh. En hoe komen we dan weer naar beneden? Zie je dat, jongen? Oh, hier doorheen. Het lijkt wel een soort doolhof, dit. Ja. Maar je moet wel heel vaak pukken. Ja. Jongens, ik zit een soort van vast hier. Ik weet niet hoe ik nou weer helemaal dubbel gevouwen doorheen moet kruipen. Ik weet niet of dit een handig idee was om ouders hier mee doorheen te nemen. Oh. Ja. Nou, ik ben eruit. Ik heb het gered. In het spookhuis. Kijk, het springkussen. Och ja, ik heb de schoentjes uit. Zo. 1, 2, nu kijk met zijn knietjes, hè. Meneertje, hoppatee. Hij geeft geen kick en staat op en loopt gewoon weer door. Goed zo, ga maar springen. Goed zo. Boem, goed zo, schatje. Oh, goed zo, Luxie. En wie is daar helemaal in de top?
Zilla, wat gaaf. En het kraaiennest, nou, de piraat nu aan. Schipper, hoi. Oeh, pas op, hè. Hoi. Hou je vast. Daar aan de takken van de mast. Kijk ze gaan. Dat gaat mooi. Dat gaat goed, hoor. In de kraaiennest. Topper. Ze is naar boven geklommen, ja. Maar naar beneden klimmen is nog wat spannend. Kijk te gaan. Goed, hoor. Zo, vanuit het kraaiennest. Durf ze nu helemaal zelf. Nou, dan glijden we. En dan de armen. Ja, ja, moet je voorzichtig gaan. Beetje met je schoenen, een beetje remmen. Ja. Ik hou je over wat. Zo, ja. Zo. Mooi lusje. Kijk, doe maar hier. Kan je het zand erin doen? Kan je de zand erin doen? Ja. Mama, er is het mandje vol. Ja, laat hem maar naar boven. Lusjes kijken. Mooi, jongen. Wow, en dan komt het daar. Wauw, dat was een mooi. Nou, hier hebben we de kabelbaan, jongens. Ik ga straks naar. Ja, jullie staan in de rij. Gaat niet zo hard met jou, Lu. Daar gaat Lucilla. Hij gaat alleen niet zo super hard. Gaan we even kijken of het hier binnen lekker cool is. Volgens mij is het hier heel lekker cool. Ah, even uit de zon. In de schaduw. Dit is lekker de hè? Echt, hè? Ik wil naar huis toe lopen. De gordijnen zijn open, de lichten zijn aan. Het konijn. Nou, dat was de poppenkast van Jan Glazen. Ik dacht, nee, we gaan eerst even lekker wat eten. Dus die had zich buiten helemaal suf gespeeld. Dus die is met de poppenkast in slaap gevallen. Kaas en dan met de frikandel. Of met een kroket. Of een kaassoufflé. En kijk eens. Ik zeg, bon appétit. Staat wel iemand achter je? Ja, nee. Hij zei al, hij is op vakantie. Hij is op vakantie. Niemand in. Daniel, die blijft even lekker bij Lucius, want die is aan het slapen. We hebben het eten op. En we gaan al even lekker door de binnenspeeltuin. Zo. Nou, gaan we hier naar boven. We hier hebben een mooi overzicht over hoe de binnenspeeltuin eruit ziet. Daar, welke springkussen? Hoe komen we daar? Hoe komen we daar? Een route. Kijk, dan lopen we zo. En hier gaan we doorheen. Waar komen we dan uit? 2, 3. Ik heb blote benen. Ja. Woehoe. Dat is lastig met blote benen. Woehoe. Oeh, en poos, en poos. Daar komt Lixie. Het past nog precies, geen op je been. Oh nee toch, nog één op je been. Nog één op de been. Stempel, Luxie. Dat je weer een rondje mag. Ja? Oeh, Luxie, daar gaan we. Daar gaan we. Wauw, kijk, dat is mooi. Dat is mooi. Oh, gewoon mag nergens aankomen. Hier afgelopen. Ga je nog een keer? Ja. Dag Lucilla. Woe. En dan gaat ze daar doorheen. Woe. Daar gaat Lixie. En daar gaat Luan. Doei. Kijk, daar gaan ze. Fietsen, Lucilla, fietsen. Pas je er nog in, jongen? Pas je er nog in met die benen? Ja, ik ga het goed, maar je kunt hem verstellen. Oh, je kunt hem naar achter doen. Ah. Nou, jongens, en nou gaan wij over dit wiebeltouwbrug-ding. Over de hele indoor speeltuin. Oeh, Luxie, wat ga je snel? Ja,
ik zit hier al, ik word hier op mijn hielen gezeten. Door Lua. Ja, hij zit gaan. Ja, ik kan niet harder, jongen. Balans houden is dit. Wie wil tellen, hoor? We zijn er bijna, jongens. We zijn er bijna. Ondertussen, jongens, zijn wij weer terug bij de helikopter, zoals jullie zien, op de camping. Het is zo ontzettend warm dat de kinderen al lekker met water aan het spelen zijn. Ik hoor ze wel, ik zie ze alleen nog niet. Dus we gaan eens even op zoek naar wat verkoeling op de camping. Hey dan, jongens. Woe, wat is dit dan? Kijk, dit is een vette slijpbaan. Grote sproeier erboven. Wauw. Glijdt hij een beetje? Woe. Woe. Woe, kijk dan, jongens. Het is gewoon zo rubber. Hé, hey, daar gaat Lua. Oh, het is nog best wel lekker warm ook nog. Mama. Ja. Ja, precies, ja. Het water wel koud. Ja, hier is het echt warm. Kijk eens, Liesjes. Waar we staan. Dat is grappig, hè? Liesjes, kijk, moet je zo... Kun je lopen? Kun je zo lopen? Joehoe! Tractor. Tractor van de boer. Woe, Lucilla! Oh ja. Oh, mama. Oh, jongen. Dat is lekker. Dat is lekker. Ja? Ja? Nou, daar gaan ze hoor. Dit is wel super lekker, jongens. Oeh, Luxie. Oh, lekker. Luxie, die denkt, wat is dit nou? Oeh. Moet een beetje rennen. En dan schuiven. Woehoe! Ah, woehoe! Ja, laat maar zien. Wie het verste kan. Daar gaan ze hoor. Woehoe! Ah. Ah. Ik kom Luxie aan. Kijk, en daar staat de helikopter. Ja. Ja. Oh, je stage. Het is eigenlijk ook wel lekker om zo lekker te gaan doen. Ja, dan kun je ook wel echt bruin worden, jongens, hierop. Want de zwart houdt warmte vast, hè? Ja, mama, daar komt Luxie aan. Ik heb UV. Ja, je hebt een UV-pakje aan, ja. Ik heb alleen UV om mijn broek. Ja, jij ja, krijgt alleen witte billen, de rest wordt bruin. Hé, hey, papa, kom je ook buk schuiven? Heerlijk dit, jongens. Echt even genieten. Nou, dit is nog echt een vet goudcel ook. Nou, dan ga je wel een buk schuiven, jij met je buk. Woe! Lekker, Liesjes. Hey. Nou, laat zien. Woehoe! En dit is een warm plasje hier. Ja, Liesjes. Heeft er iemand hier een plasje gedaan? Hier, dit is lekker warm, Luusjes. Ah, Luusjes die is net wakker, jongens, van zijn slaapje. Hé, hey, zij zijn het buik schuiven. Nou, daar komt papa, jongens. Daar komt papa. Buik schuiven met papa. Ach, met papa. Daar gaat hij, hoor. Daar gaat hij. Nou, die ging best goed. Die ging best goed. Het is best lekker warm, hè? Daar gaat papa weer, jongens. Het gaat de heuvel af. Woehoe!
Op de bil? Wat ga ik met de billen zetten? Nou, papa gaat ook een kunstje laten zien. Daar lach je, Sil. Ah, die Lucie's erbij liggen. Ah, zo lekker, jongens. Nou, laat zien. Ja. Ik weet niet of dit goed gaat. Goed zo, Sil. Hé, hey, wat is dat, Liesjes? Dat is lekker, hè? Oh, het is hier lekker warm op dit stukje mat. Is het een lekker warm poedelbadje geworden? Lucius die, of Luxie, die wordt bruin in de zon. Nou, volgens mij vindt papa dit, is het helemaal zijn ding, jongens. Hij wil nog een keer. Nou, ben benieuwd. Daar komt papa aan, jongens. Let op, hè. Af. Oh. Kampioen buikschuiven! Lusjes, lekker hè, jongen? Even lekker hè? Ja! Kom op, jongen! Woehoe! Goed zo! Ja, nu! Heel goed! Heel goed! Dat is lekker! Zonsondergang, hè? Ajus! Ondertussen, jongens, zijn de kinderen helemaal moe van het uit... Ik zie hoe dat ze allemaal spetters op de lens hebben. Van het waterslide spelen met alle kinderen hier op de camping. Dan zijn we weer lekker bij onze grote helikopter terechtgekomen. Dat is de ratslag. Gaan we zo nog lekker een happy eten, jongens. Maar is dit alweer het einde van deze vlog? Morgen gaan jullie te horen krijgen hoe de nacht is geweest. Want dat moeten we nog gaan beleven. Dat weten we nog niet. Dat gaan jullie morgen zien. Wij gaan hier zo even lekker een happy eten. En dan kruipen we zo. Tenminste, gaan de kinderen waarschijnlijk even spelen. Want het is nog erg warm. Kruipen ze daarna ook lekker de helikopter in, moet ik zeggen. En dan gaan we hier vanavond overnachten, jongens. Kijk dan. Dit zijn de bedden. Oh, Lusjes. We zijn er al lekker aan het spelen. Het is gelukkig al koel, want we hebben hier een airco binnengekregen. En hier gaan ze nog eventjes met de helikopter spelen. Welkom bij Chopper. Ja, leuk hè? Arnold Schwarzenegger, hè? Het is eigenlijk wel jouw droom, hè? Arnold Schwarzenegger, hè? Dus eigenlijk, jij wilt ook ooit een keer in een helikopter vliegen natuurlijk, hè? Zal die raar met zitten? Ja, niet zo'n exemplaar. Dan hou je vast, hè? Gaan we heel hoog in de wolken. We hebben turbulentie. Oh, nee. Ja, kan papa goed vliegen? We zijn geland. Ah, geland. En hopelijk gaan we hier heerlijk slapen vanavond, jongens. Gaan we de vlog weer voor vandaag afsluiten. Hier gaan we vanavond lekker slapen. Maar morgen horen jullie hoe dat is geweest. Voor nu zeggen we, jongens, vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Niet te abonneren, klik op belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen.